Het oorlogsmonument van Berchem. Een plaquette aan de muur van het oude gemeentehuis met daarop de namen van Berchemse militairen die in de oorlog zijn gesneuveld. Heemkundevereniging Bergsheem is er niet tevreden over en wil op een andere locatie een nieuw monument plaatsen. Wat is er mis met de huidige plaquette? Op de eerste plaats eigenlijk de uitstraling. Als ik hier de omliggende dorpen kijk en dan neem ik als voorbeeld de Herpen. Die heeft bij de kerk een prachtig monument, dat stop ik regelmatig. Zo'n V in marmeren vind ik een geweldig monument. En meerdere plaatsen, een andere provincie komt en denk ik, nou komen wij er in Berchem toch wel bekaaid af met die tegel hier in het oude gemeentehuis. Een tweede reden is dat er volgens Bergsheem meer namen op het monument moeten komen. Van alle Berchemnaren die in de oorlog zijn omgekomen. En dus niet alleen militairen. Als nieuwe locatie heeft de vereniging de pastorietuin bij de kerk op het oog, die nu nog behoorlijk leeg is. Dan heb je als voordeel dat je vanuit de kerk met de mis op 4 mei, dat dan de mis is dat ze vanuit de kerk zo naar het monument kunnen. En het voordeel dan is voor de gemeente dan dat ze hier de wegen niet meer af hoeven te zetten. En dat geeft altijd wel een beetje overlast. En dat is dan ook een voordeel, een toevallige bijkomstigheid. Want daar hebben we het niet voor gedaan. Hoe duur het gaat worden, weet Bergsheem nog niet. Maar ze hoopt onder meer geld te kunnen krijgen uit een potje van de Rabobank. Leden van de bank kunnen stemmen op verschillende deelnemende projecten. En hoe meer stemmen, hoe meer geld. Is een verhuizing van het monument naar de pastorietuin wel een idee waar steun voor is? Denk het wel. De kerk is ook een oud gebouw en de pastorie ook, dus ik denk wel dat het daarbij hoort. Maar als ik nou zie, als ik hier wel eens aan het wandelen ben, hoe weinig mensen er ook in de pastorietuin komen, dan denk ik van, ja, wie gaat er dan naar zo'n monument kijken? Daar waarschijnlijk des te min, dus ja, mij lijkt de tuin ook niet zo echt een geschikte plaats. Nou, voor mij hoeft dat niet zo, want ik vind waar het nou staat, staat goed. Het staat centraal, dus ik zou niet weten waar het anders naartoe moet zou moeten. De heemkundevereniging zegt de pastorietuin zou wel meer geschikt zijn. Ja, waarom? Hij staat goed, vind ik. Mensen weten de weg er nu naartoe. Waarom moeten ze een nieuwe weg gaan zoeken? Als het echt voor Berchem is, denk ik wel dat ik daarop zou stemmen, ja. Het oude van Berchem mag wel behouden blijven, dus ik denk het wel. Bergsheem hoopt trouwens nog steeds in de toekomst in het oude gemeentehuis te kunnen blijven zitten als huurder. Daarover is nog steeds overleg met de nieuwe eigenaar van het pand.